Ja, vrienden, ik zit naar die beelden te kijken. Ja, online, op tv, weet ik veel. En dan zie je dat die enorme rijen daar op dat Schiphol. Wat een puinhoop. Wat een chaos. Wat een klerenzooi is dat, zeg. Ja, en dan zie je allerlei mensen. En die moeten dan nagelbijtend gaan die op vakantie. Nagelbijtend gewoon, hoor. Nerveus of ze de vlucht gaan halen, ja of nee. Oh, en die staan 4 uur, hè. 4 uur of weet ik veel langer nog in een rij. Hey, lekker voor je spataderen en noem het allemaal maar op. En dan zegt de KLM, ja, of Schiphol, die zeggen dan van ja, trek maar makkelijk een schoen aan. Ja, en hou de borden met de vluchten een beetje in de gaten. Hey. Hallo, wat dacht je ervan als je je puinhoop eens een keertje gaat oplossen? Hè? Dat je gewoon gaat zorgen dat mensen normaal op reis kunnen. Ja, en dat gebeurt dus gewoon maar niet. Nee, want dan moet jij dus maar in zo'n rij gaan staan. En dan maar hopen dat je je vluchtje gaat halen. Nou, vrienden, dat is toch weg. Ja, en dat is dus niet... deze week weer aan de gang. Maar dat was dus ook alweer de afgelopen maanden constant aan de gang. Ja, en heb je dus al die tijd heb je al gehad om het gewoon op te lossen. En dat lukt dus niet. Dus die man die daar aan de leiding is, die Benschop. Meneer Benschop, wilt u zo vriendelijk zijn om gewoon op te rotten? Gewoon weg. Weg, Benschop, weg. Ga dan weg. Ga dan alsjeblieft weg. Je kan er gewoon niks van. En je krijgt nog dik betaald ook. Ga nou weg, alsjeblieft. En ja, want ik en jullie, wij met z'n allen, als je gewoon een beetje kan nadenken en praktische oplossingen kan zoeken en vinden, wij doen het beter, vrienden. Echt waar. Ja, we halen gewoon wat. Er zijn geen beveiligers. Hup, haal mensen van het leger erbij, weet ik veel waar vandaan. En die gaan dat gewoon doen. En dan gaan we dus niet met z'n allen... Ja, het ligt ook een beetje aan de Nederlander zelf. Want die gaat daar dus ook in een rij staan. Als een mak schaapje gaan ze gewoon zo 4 uur lang. Beetje mopperen, dat wel. En dat is het dan. Nee... Kom nou een beetje, maak die mensen nou duidelijk, daar bij Schiphol. En maak die mensen in Den Haag duidelijk, dat dit gewoon zo niet meer kan. Want heb jij foto's gezien van Rutte? Heb je die gezien op Schiphol? Heeft hij ook 4 uur in een rij gestaan, Mark Rutte, toen hij naar Suriname ging? Nee hoor, nee. Nee, die pakt een achterdeurtje, poep, poep, poep. Achterdeurtje, Rutte, ja, hup, en vliegt lekker weg. Dag, zoek het allemaal maar uit. Ga maar lekker in je puinhoop staan. Ja, dat wel. En niemand komt daar tegen in opstand. Maar dat, ja, ik wil het niet opruimen, maar er moet voorzichtig toch wel eens iemand toch wel zijn vingertje opsteken, lijkt mij. Hè? Ja. En jullie in Den Haag ook. Schaam je kapot.